Lever jij wel eens kleding in bij zo'n verzamelbak? Dan is de kans groot dat het op zo'n soort berg terechtkomt. Bij Euro-Use Clothing in Zevenbergen komen ze om in de kleding. Hier hebben we de damesnachthemden bijvoorbeeld. Fur, oftewel bont, oftewel diervel. Ja, hier zelfs judo-outfits, dus aparte judo-pakken. Dus ja, er ligt veel en veel meer dan voorheen. De grote boosdoener, fast fashion, waarvan de kwaliteit te slecht is om nog te gebruiken. Dan moet je denken aan Shein, Temu, wordt online aangeboden. Nogmaals goedkoper dan de duurzamere tweedehandskleding. Dus de consument maakt andere keuzes. Nou, wat er moet gebeuren is denk ik dat er bij de consumenten een grotere of betere bewustwording moet komen over het aankoopgedrag als we het hebben over kleding. We moeten gewoon minder kopen. Minder kopen, maar we moeten ook duurzamere kleding kopen. Degelijke kleding. En dit probleem is ook in Tilburg niet onopgemerkt. Gisteren heeft ook Madieke van het Bad, Brabants afvalteam hier in Tilburg, heeft laten zien wat wij als Tilburger weggooien. Wij gooien 5 kilo kleding per jaar per persoon weg. Als je dat even keer ruim 200.000 mensen doet, dan heb je echt een enorme berg. En dat jaarlijks. Daarom is deze maand alle kleding in deze winkel gratis. Een manier om kleding te delen. Ja, wel heel goed van hun dat ze het gewoon ook weggeven. Want er zijn ook arme mensen in Tilburg die niet heel veel geld hebben ook om andere dingen te kopen. Uniek. Het gebeurt niet zo snel en ook superleuk. En wat we met gratis willen laten zien is dat er gewoon genoeg is. En dat we in principe niet meer hoeven te kopen. Dus delen wordt wat ons betreft het nieuwe kopen. Het free fashion concept is bedacht om het nog makkelijker te maken oude kleding een nieuw leven te geven.